Ook de Haagse televisiepresentator en ambassadeur van Stichting Djaan, Dennis Wening, krijgt de palmoliecheck. Je hebt toch ook palmolie vrijgekocht? Zeker, 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 zeker. Kijk, dit is de huismerk van de pindakaas van Appie. Die is goed. Die is goed, hè? Ja, top. Er zit geen palmolie in. Ah, dit is natuurlijk gewoon de slechtste. Die is wel het lekkerste, maar die is wel echt heel slecht voor de palmolie. Ja, heel fout. Ja, eigenlijk is de oproep naar de grote bedrijven om geen palmolie te gebruiken. En we zien dat de winkel waar we nu voor staan toch al de eigen merken vaak geen palmolie meer bevatten. Dus dat is heel goed. Nu roepen we eigenlijk de allergrootste bedrijven als Unilever op om ook geen palmolie meer te gebruiken. Want vanwege de palmolie worden de regenwouden gekapt en sterven de oetangs uit. Als je boodschappen doet, kijk dan goed op het etiket of er geen palmolie in zit. Het zit in vele levensmiddelen, van babyvoeding tot aan make-up. Ik gebruik nooit palmolie. Nee. Nee, waar koopt u mee? Kokosolie. Goed zo, goeie, dat is mijn makker. Hey. De orang-oetangs worden ook bedreigd door een geplande hydrodam in Sumatra. Stichting Djaan wil daarom dat de Bank van China de investeringen in de hydrodam stopt. Deze vorig jaar ontdekte orang-oetangsoort zal de bouw van de hydrodam niet overleven. In een van de meest bedreigde gebieden voor een orang-oetangsoort, wat dus ook de meest bedreigde aap is van de wereld. En door deze hydrodam zullen we deze soort gaan verliezen als we niet actie ondernemen. Wat wij kunnen doen om de orang-oetangs te helpen, is de strijd tegen de hydrodam in Sumatra aan te gaan. Kijk op de site van Stichting Djaan wat je kunt doen. En de producten met palmolie, die laten we voortaan in de schappen liggen.